Vandaag gaan we werken aan een compleet nieuwe attractie voor jong en oud. Je gaat het zien na het intro. Dames en heren, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Planet Coaster. Vandaag zijn we weer beland in natuurlijk Familiepark Wonderland. We gaan vandaag verder werken aan het Wonderbos, want daar moet nog een hoop aan gebeuren. En vooral deze Magic Carpet, het vliegende tapijt, dat moet ik even nog wel wat strakker gaan thematiseren. Ik heb een beetje een basis neergezet, een aantal hele simpele muurtjes, maar het ziet er nog vrij... niet zo mooi uit. Dus ik hoop dat ik deze attractie mooi kan krijgen. Als dat niet het geval is, dan zal ik hem ook compleet gaan verwijderen en misschien wat anders voor in de plaats gooien. Ik vind het op zich wel een hele leuke attractie, dus hij staat er ook perfect. Alleen, ja, ik ben nog niet blij en niet zeker over de teaming. Dus dat moeten we gewoon even gaan kijken of we dat mooier gaan krijgen. Zo niet, wat ik al zei, dan halen we gewoon deze attractie weg. En dan zorgen we ervoor dat we iets anders in de plaats krijgen. Ik weet nog niet wat, maar dat zien we dan vanzelf wel. We gaan beginnen. Natuurlijk starten wij de podcast. Want zonder een podcast is het ook geen volledige Planet Coaster video, vind ik. Dus heel veel luister, maar natuurlijk ook kijkplezier dat we verder gaan werken aan het Wonderbos. Alternatieve titel, het Sprookjesbos. En of er een nieuw sprookje bij komt, dat weet ik niet. Ik heb hier nog ruimte om iets te bouwen, maar misschien wil ik hier een soort hele leuke poort gaan maken. En ook een klein doolhof. Dus ja, dat is ook erg belangrijk, dat de kinderen gewoon een soort van, ja, een doolhof hebben. Waar ze dus ook allemaal teaming zien. Met snoepjes, een beetje snoepjes thema. Dat lijkt me leuk. Dus dat gaan we ook bouwen. Welkom jongens en meisjes bij de Planet Coaster Podcast. En na een weekje te zijn weg geweest, althans, nou ja, niet echt weg geweest, maar ik was dus wel op een soort van tripje naar Duitsland voor een nieuwe pretpark vlog, heb ik dus geen Planet Coaster opgenomen. Ik heb het spel al bijna 2 weken niet meer aangeraakt. Dat is best wel nieuw, dus het voelt voor mij weer heerlijk om weer verder te bouwen aan Familiepark Wonderland. Jullie hebben ook weer massaal gereageerd onder video 334 vakantiepark bouwen. Deze lange video duurde maar liefst 33 minuten en jullie hebben ook hartstikke leuk gereageerd. We gaan beginnen met de allereerste comment die bovenaan staat van Pieter Liter. Hij zegt, misschien is het een goed idee om je zelfbedachte sprookje bordjes te plaatsen met de naam erop. Dit zie je ook bij de Efteling en het is natuurlijk ook een hele leuke aankleding voor in je park. Voor meer realisme zou ik ook huisnummers op de bungalows maken, plus bordjes bij de pad met alle nummers. Anders moeten mensen alles bij langslopen voor de juiste bungalow. Dat is trouwens een heel goed idee. Ik ga wel nummertjes geven aan de bungalows, want anders is het heel moeilijk zoeken. En dan maak ik aan het begin bordjes van, nou ja, nummer 1 tot en met 10, dan moet je die kant op, of nummer 1 tot zoveel. En dan gaan die mensen ook niet alles afzoeken waar ze naartoe moeten. Dat zorgt ook wel een beetje voor meer privacy, als je dan in één keer een stuk of 200 man voorbij zie komen als je, ja, je tanden poetst in de woonkamer of je bent zeg maar van de wc af en nou, we gaan het niet zo gek maken, maar je snapt wat ik bedoel, gewoon een beetje privacy is altijd wel welkom. Bedankt voor je tips, ik ga ze zeker meenemen. Ik vind vooral het idee met de bordjes bij de sprookjes vind ik ontzettend leuk. Duncan de Ruiter die zegt, het enige wat ik nu kan zeggen over het vakantiepark is wow. Nou, dat vind ik oprecht een heel leuk complimentje om te horen, dankjewel. Pepijn van Akker zegt, Vincent, misschien is het leuk om een nieuwe Mijn Top 10 achtbanen te maken. Omdat je natuurlijk ook heel veel nieuwe achtbanen hebt gedaan, zoals Helix en Wildfire. Groetjes uit België. Met 8 likes sta je ook bijna bovenaan. Bedankt voor je tip. Ik zal eind dit jaar wel zo'n video gaan maken, mijn top 10 achtbanen. En dan tel ik natuurlijk gelijk de Scandinavië video's mee, absoluut. Nieuws Verhoeven zegt, aangezien je heel erg van Engelse namen houdt, kan je misschien kiezen voor Wonderwoods. Een vrije Engelstalige vertaling van het Wonderbos. Ik ben niet van plan om Engels te gaan worden, ik wil eigenlijk gewoon... Ja, het is leuk en het is ook beter voor de buitenlanders die mijn park bezoeken, zeg maar. Maar het is nog komischer als je, zeg maar, buitenlanders, als ze een video opnemen, anders weet je het ook niet. Als die, zeg maar, gaan proberen om Nederlands te spreken, dat is hilarisch, dat is gewoon leuk. Hetzelfde geldt als ik Duits probeer uit te spreken, dat is ook gewoon hilarisch. En ik vind ook dat ik wat terug wil horen. Ik wil gewoon een buitenlander mijn namen horen uitspreken. Vooral een Duitser of gewoon een Engels iemand of zo. Of wat dan ook. Lijkt me echt hilarisch. Flipcrew zegt, Vincent, hallo. Ik vind het heel erg tof om te zien dat je altijd weer iets moois maakt. En het is altijd weer ook anders.
Ik zou bordjes door het park en bungalowpark plaatsen, zodat mensen weten waar ze naartoe moeten. Daar heb je helemaal gelijk in, vooral met wat eerder al werd gezegd met die nummers. Is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat we namen van attracties op bordjes aangeven. Zo wordt het park nog mooier. Nou, bedankt voor je tip. Chen Arnhem, Arnhem64, zegt... Vincent, ik vind het bungalowpark al heel erg mooi, maar ik zou een apart speeltuingebied maken in plaats van bijna in de achtertuin van mensen. Verder is het heel erg mooi. Groetjes uit Arnhem. Ik vind dat ook wel een goed idee, dat er een aparte speeltuingebied komt. Natuurlijk is dat heel vet, vooral op een berg, als we daar dan een soort van... Ja, een mooie omgeving maken dat je met een trap naar boven moet. Maar het kan echt geen kwaad om in de achtertuin van zo'n bungalow gewoon een speeltuintje neer te zetten. Want er zijn ook helemaal geen ramen achterin. Althans, er zijn wel ramen, maar ja, niet echt ramen, snap je wat ik bedoel? Dus in principe is de privacy wel helemaal binnenin. Dus je hebt ook geen last van kinderen die naar buiten of van buiten naar binnen kunnen kijken. En ook andersom niet echt. Dus op zich zou het wel kunnen. En ja, het is ook een beetje opvulling. Hè? We moeten zoveel mogelijk kwijt in het vakantiedorp. Vandaar een bewuste keuze van het kleine speeltuintje. Eén gamehuis die vraagt aan mij. Ik heb al een lange tijd een vraag. En dat is: welke camera gebruik je voor je pretpark uitjes? Ik heb toevallig de camera voor me snufferd. Het is een Panasonic 4K camera. En het merk of het model heet HC-VX1. Het is een hartstikke mooie camera. Althans, ik ben er heel erg blij mee. In het donker is die moi, is die redelijk. Niet super. Maar je kan het natuurlijk helemaal handmatig instellen. En ik heb niet voor niets ook een cameralamp. Waarmee ik dus ook gewoon mooie belichting kan maken. Vooral in spookhuizen was het heel handig tijdens Halloween om hem op die manier te gebruiken. De volgende reactie is van Willem Aerts. Hij zegt: leuk dat je woensdag naar Toverland komt voor Halloween. Hopelijk zie ik je bij Phoenix of bij Merlin's Quest, waar ik de hele dag aan het werk ben. Sorry Willem, ik weet niet of ik je heb gezien, maar ik heb gewoon voor het eerst sinds dit jaar Merlin's Quest niet gedaan. De enige achtbaan die ik heb gedaan tijdens Halloween was Phoenix. Het was behoorlijk druk in het park. We hebben niet super lang gewacht voor Phoenix, maar we hebben eigenlijk rondom Halloween heel veel gefilmd. En we kwamen ook later aan in het park. Als je natuurlijk rond 10 uur à 11 uur aankomt, dan is dat best wel fijn natuurlijk. Maar wij kwamen rond 1:30 aan in de middag. Dan hebben we natuurlijk een hele ochtend... Ja, je kan attracties meenemen, je kan achtbanen meenemen. Maar ik heb ook nog Maximus Blitzbaan gedaan. Ja, dus ik heb in principe twee achtbanen. Ik weet niet of je de Maximus Blitzbaan als een achtbaan kan meetellen. Maar ik heb, laten we zeggen, twee attracties gepakt voor de hele dag. En normaal is dat eigenlijk veel meer. Maar ik kom zo vaak in Toverland dat het dan ook niet uitmaakt dat ik gewoon een paar attracties niet doe. Maar meestal pak ik Merlin's Quest mee. Maar dit keer heb ik dat niet gedaan. Vijgkers zegt: ik vind het vakantiepark heel erg mooi. De huisjes zien er goed uit. Veel bomen en bloemetjes. Superleuk en ook mooi. Ga zo door. Misschien is het leuk om een indoor vrije valtoren te maken. Zoals Mystery Castle in Fantasialand. Ik vind dat een grappig idee. Ik heb natuurlijk in mijn vorige park, Davindoor Springs, een soort van indoor vrije valtoren gemaakt. Dat als je boven kwam, dat je dan een mooi uitzicht had over het hele gebied van China of ja, Japan, hoe je het wil noemen. Dus dat was op zich wel een leuke uitdaging. Alleen of ik een vrije valtoren ga plaatsen in dit park, dat is nog even de vraag. Het is wel ontzettend stoer om een grote toren te maken en daar dan die vrije valtoren in te bouwen. Dat is wel een ding wat misschien wel heel erg leuk is om te doen. En dan zou dat een beetje in de buurt van Scandinavië bij die Main Street gebouwd kunnen worden. Dat is op zich nog wel een idee. Heb je wel een prachtig uitzicht over het hele Scandinavische gebied. En het ligt ook gewoon een beetje centraal. Dus niet helemaal in het midden van het park. Maar dit is echt oprecht een heel leuk idee. Dus misschien ga ik hem meenemen. Misschien gaan we bouwen. Volg de serie en je komt er vanzelf achter. De volgende reactie is van Yannick Pauwels. Het geeft echt een rusteffect en een zeer mooi vakantiepark. Merlijn Smijts die zegt: je kan echt goed bouwen. Dankjewel voor je complimentje. Rowdy van de Weken zegt: leuke bungalows Vincent. Ik ben zelf ook bezig met een park waar ik een bungalowpark aan wil zetten. Is het goed dat ik mijn inspiratie uit jouw bungalows haal?
Ik zou dat zeker doen. Het is geen verplichting. Maar als je natuurlijk zelf een eigen invulling wil geven van ik wil een keuken erin, ik wil een open haard, ik wil een kleine woonkamer. Kijk, aan een huisje kan je weinig veranderen. Vaak heb je gewoon een eettafel, je hebt wat stoelen, je hebt een televisie, je hebt gewoon een lounge, je hebt vaak ook een slaapkamer, je hebt een wc'tje. Het zijn gewoon eigenlijk een beetje de standaard dingetjes die je hebt in een bungalowtje. Je kan dat zelf helemaal aanvullen en je kan natuurlijk zelf bepalen of het luxe is of niet. Je kan ook zeggen dat je gewoon een grotere badkamer hebt met een wat groter bad natuurlijk en een uitgebreide douche. Je kan ook zeggen dat je gewoon alleen een douche hebt zonder een bad. Dus je kan zelf bepalen hoe luxe je vakantiebungalowtje wordt. En dat is ook wel leuk om je eigen invulling te geven. Dus om het nou gelijk na te bouwen, dat raad ik niet aan. Maar gewoon standaard van een keuken erin of een open keuken, een dichte keuken, een slaapkamer, een kamer voor de kinderen, een extra woonkamer. Dat kan je helemaal zelf invullen. En dat zou ik ook zeker doen. De volgende reactie is van Eddie007. Hij zegt, Vincent, ik heb een idee. Je kan misschien een fietsverhuur maken bij het bungalowpark, want de bezoekers moeten nu wel heel erg ver gaan lopen. Groetjes van Fedde. Dat is waanzinnig. Dat is zo'n fantastisch idee dat ik gewoon een aantal van die fietsen neerzet achter daar bij dat bungalow. Of zo, weet ik veel. Of gewoon een extra winkeltje maken met fietsverhuur. Dat is echt waanzinnig. Misschien kan ik een fietsverhuur maken als je binnenkomt. Dus bij de ingang van het resort. En dan aan de rechterkant heb je de receptie. Maar aan de linkerkant heb ik nog plek voor iets anders. Dus eventueel kan ik daar en een winkeltje of een wc'tje. Maar ook gewoon een fietsverhuur maken. Met allemaal fietsen die buiten staan bij een aantal van die fietsrekken. Dat is natuurlijk geweldig. Een leuk idee. En ook best wel realistisch zo op deze manier. En anders zijn de mensen misschien een beetje te lui om te lopen. Maar eigenlijk is dat vakantieresort meer bedoeld om gewoon met de auto naar je plek te gaan. Nou ja, en vanuit je huisje kan je dan lopend naar het park toe. En het is dan op zich wel een eentje lopen, maar er komen nog extra paden die naar het park leiden. Dus dat komt vanzelf nog wel. Jules van Wezel zegt, Vincent, ik heb twee dingetjes voor jou. Misschien kan je de daken van de bungalowhuisjes veranderen van kleur voor meer variatie. Ten tweede ziet je vakantiebungalow er fantastisch uit. Ga ze door, groetjes uit Brabant. Dat is leuk om te horen. Misschien moet ik inderdaad wel wat meer variatie bieden in de kleuren van de daken. Want dat geeft gewoon een leuke zicht. En dan kan je altijd zeggen van, wij nemen de bungalowtjes met de groene daken. Ja, maar wij zitten in de bungalows met de blauwe daken. Dan heb je een beetje onderscheid. Dat is een goed idee. Leuk om te horen. Maar het moet natuurlijk wel een beetje mooi staan met de muren. Want de combinatie met het dak wat ik nu heb en de muren is dan wel wat beter dan dat je ineens roze daken gaat krijgen. Of in één keer felrode of wat dan ook. Het moet wel bij elkaar passen. Team Park Plato die heeft een idee voor een nieuwe dark ride. Hij zegt, misschien kan je zo'n boot dark ride maken zoals het bos van Plop. Maar dan zonder Plop of figuurtjes. Gewoon verschillende natuuromgevingen met ook verschillende dieren erin. Dat is op zich wel heel schattig, want ik heb best wel wat animatronics met dieren. Maar of ik dat ga bouwen in het park, dat is nog even de vraag. We hebben natuurlijk een tempel dark ride die nog afgebouwd moet worden. En dat kost gewoon heel veel tijd om zo'n attractie in elkaar te zetten. Wellicht een idee voor in de toekomst, want ik hou sowieso van dark rides. Dus het zou een beetje raar zijn als ik die niet zou bouwen. Maar achtbanen zijn natuurlijk ook hartstikke welkom in het park. En ik kan ook niet wachten om weer iets nieuws te gaan maken als het gaat om een achtbaan of een dark ride. De volgende reactie is van JVMESFN. Ik hoop dat ik het allemaal goed zeg. Het is een soort afkorting of zo. En diegene zegt een mooie video met een duimpje omhoog. Bedankt voor je duimpje en ook jouw smiley. Dankjewel, superleuk. Bart de Vries zegt, man oh man. Ik ben vrij nieuw op je kanaal en ik zie dat ik nog honderden Planet Coaster video's kan kijken ter inspiratie. Ik ben zelf 34 jaar oud, maar ik word soms als een kind zo blij hoe je dingen bedenkt en uitvoert. Elke maand heb ik een opleving om een mooi park te bouwen, maar ik stagneer altijd. Het blijft altijd een kale en onoverzichtelijke chaos. Gelukkig hebben we de video's nog. Ga zo door. Nou Bart, dat is super vet om te horen. Bedankt voor je leuke reactie. En ik vind het ook leuk dat we bijna leeftijdsgenootjes zijn. Dat duurt nog wel even 5 jaar voor mij. Maar op zich is het wel leuk om gewoon even te horen dat ook een oude iemand de inspiratie krijgt. En zich een beetje kinds voelt door het kijken naar deze video's. De volgende reactie is van Annelies de Boek. Kijk eens naar het huis. Ik
kan naar een huis kijken, maar ik weet niet precies wat ermee gebeurt. Ik heb wel in de comments gekeken dat er iemand zei dat de gordijntjes wapperen. Maar die heb ik, als ik ze neerzet, dat huisje, dan zie je het wapperen. Maar als die eenmaal staat, dan wapperen ze niet meer. Want die gordijntjes zijn animatronics en die bewegen. En als ik ze neerzet, dan staat die geactiveerd als een trigger. En dan kan die dus niet meer wapperen. Dan gaat hij alleen op de trigger wapperen, maar dat ga ik natuurlijk niet instellen. Dus die gordijntjes hangen uiteindelijk gewoon stil. YouGames zegt, ik was 15 oktober jarig en de huisjes van het vakantiepark wordt echt super gaaf. Nou, van harte gefeliciteerd met je verjaardag. Er zijn ook een paar reacties eronder met Thijs, die zegt ook gefeliciteerd. Hopelijk heb je een mooie dag ervan gemaakt. Waarschijnlijk wel. Hey, hallo, zegt Hessel Berends. Bij het zwembad kan je een café maken. Hoi, hoi. Dat kan zeker. Of we nou de mensen gelijk moeten laten klemzuipen met bier voordat ze het zwembad induiken, dat is misschien niet de bedoeling. Maar een cafeetje kan ook gewoon iets zijn van, ja, een bar met natuurlijk wat frietjes dat je kan halen en dat soort dingen. Dat is gewoon mogelijk. De volgende reactie is van Technical Jump. Natuurlijk is hij weer terug met een reactie. Hij zegt, hey Vincent, wat heb je het mooi rustig en vrolijk aangekleed bij de huisjes. Met natuur en speeltoestellen. Ik heb wel een tip voor de volgende keer. Gebruik niet meer van die tralieraampjes voor je huisjes. Het kan namelijk zijn dat sommige mensen dat als een gevangenisstel zien. Op 12 minuten en weer die gele bloemetjes, hè. Uiteraard, die gele bloemetjes zijn eigenlijk gewoon het grote icoon van het park. Hey Vincent, hoe moet je omhoog kijken in Planet Coaster? Vraagt Hugo Master 07. Dat is eigenlijk heel erg makkelijk. Je klikt op de T-toets en dan kan je met je middelste muisknop, dat balletje, kan je ingedrukt houden. En dan kan je gewoon met de vrije camera naar boven kijken. En daardoor kan je je eigenlijk een beetje voelen zoals een bezoeker zou kijken in je park naar een bepaald huisje of naar een hoogte van een attractie. Luna de Maan zegt, ik kan niet zo goed bouwen, maar ik wil ook zo een park. Weet je waar ik ook zo een huisje kan halen? Die moet je eigenlijk zelf in elkaar zetten. Dat is een beetje het probleem. Ik heb die huisjes ook gewoon gebouwd in een andere map. Ik heb er een schematic van gemaakt. Ik heb die opgeslagen in Planet Coaster zelf. En ik heb daarna gewoon geïmporteerd in mijn nieuwe map. Maar die huisjes maak je gewoon allemaal zelf. En dan, of je downloadt ze natuurlijk gewoon. Hè. Je kan ze ook, natuurlijk kan je ze downloaden. Maar dan heb je het niet zelf gemaakt. Dat is het gewoon. En als je het zelf maakt, heb je toch wel meer een trotse gevoel. Stijn Kerboes Games zegt, een leuk kanaal. Je kanaal heeft veel subs op naar de 100.000. Ik heb ook geabonneerd. Nou, bedankt voor je abonneren. Dankjewel en welkom in de podcast. Hopelijk ben je de volgende keer weer bij met een nieuwe reactie. Colinosaurus zegt, hey Vincent, ik ga als jij in Toverland bent naar Bobbejaarland. Ik heb er super veel zin in. Het is namelijk mijn allereerste keer in Bobbejaarland. En ik hoop dat jij het natuurlijk ook leuk hebt in Toverland. Maar dat lukt waarschijnlijk wel. Groetjes uit Brabant, houdoe. Dat is best wel heel creepy, want ik ging de volgende dag naar Bobbejaarland. En toen was jij waarschijnlijk weer thuis, maar ja, dan zaten we best wel vlak achter elkaar in hetzelfde park. Leuk om te weten. Sam van Nijnatten die zegt, komen er weer video's van de Efteling miniaturen? Het hoeft niet lang te zijn, maar ik wil gewoon weer een keer een update. Dat gaat zeker weten gebeuren. Ik heb nog een aantal afleveringen klaarstaan. Ik geloof een stuk of, ja, minimaal 1. Ik dacht 2 zelfs. En er komen ook nieuwe Efteling miniaturen aan. Dus ik wil heel graag nog de pagode hebben. En ze hebben ook de ingang van de 5 zintuigen. Die is ook prachtig. Dat is echt een prachtig gebouw. Een beetje lomp groot. Want het neerzetten daarvan is best wel lastig. Maar het is wel een waanzinnig mooi gedetailleerd huisje geworden. Absoluut. Ik had ook niet verwacht dat die zo groot was. Want ja, weet je, op afbeeldingen lijkt het altijd anders. Maar als je dan zo'n beeldje in het echt ziet, dan is het toch nog even weer wat andere koek. Bedankt voor het reageren iedereen. Hartstikke leuk dat jullie zo enthousiast waren over het vakantieresort. Ik doe mijn best en dat kan natuurlijk wel met behulp van jullie reacties en jullie tips. Hartelijk dank daarvoor. Heb je nou ook een leuke reactie? Laat het weten in de comments. En als je het ermee eens bent, kan je altijd een duimpje omhoog plaatsen natuurlijk. Zodat de reactie ook heel hoog komt en meer kans heeft om voorgelezen te worden. Dat houdt niet in dat de reacties die onderaan staan niet worden voorgelezen. Dus probeer het gewoon en wie weet komt jouw reactie wel voor in een van de volgende afleveringen. Bedankt voor het kijken en geniet nog even mee van de video, want we hebben nog een paar minuutjes. Tot zo!
Hey, hallo, welkom terug bij de normale snelheid. Hopelijk hebben jullie genoten van de podcast. We gaan vandaag eventjes bespreken wat we hebben gebouwd in toch wel een uur tijd. We hebben een doolhof. Het doolhof is nog niet geheel klaar. Er moet nog veel meer decoratie komen. Maar ik vind het op zich wel heel erg leuk. Het oogt ook best vrolijk door de snoepstengels, door de lollies. Ook natuurlijk door de bloemetjes langs de zijkant. Want dit is eigenlijk gewoon een reling van een pad. Maar het lijkt nu net alsof het eigenlijk een reling is voor de bloemetjes. Het oogt wel leuk bij elkaar. Helaas zie je dat niet verder in de attractie. Heb ik wel op het pad zelf wat bosjes geplaatst. Maar het pad is natuurlijk gewoon de ondergrond. Dus die boompjes en die plantjes, die kan ik makkelijk hier op de grond plaatsen. Nou hoop ik niet dat de mensen dwars door alle objecten heen gaan. Maar zodra je op het midden van het pad dingen gaat neerzetten, dan zou je dat eigenlijk met misschien wel die barrières die je onder de grond kan plaatsen, kan je dat nog een beetje vermijden dat de mensen, maar ja, ze moeten wel er doorheen kunnen lopen. Ik weet niet, dat moet ik gaan testen, als ik de barrières hier zo omheen zet, of de mensen nog wel plek hebben om hier dan langs te komen. Want stel je voor dat ze tot hier kunnen lopen, is een beetje stom, is een beetje raar. Uiteindelijk ga je natuurlijk een route uitstippelen van waar moet ik naartoe. En ik geloof, ben ik hem nu serieus zelf kwijt of nee, volgens mij ga je hierin, zo. En dan ga je dus dit pad volgen en dan kom je uiteindelijk bij het einde, geloof ik. Ja, kijk. Het is op zich wel een simpel doolhof als je de route weet, maar je kan ook makkelijk verdwalen. En tussendoor heb ik natuurlijk een soort van alternatieve routes gemaakt, die ervoor zorgen dat de doolhof wel wat mooier oogt dan die hele grote paden. Dus het is eigenlijk van die grote paden gemengd met kleinere paden. Het leuke is, of eigenlijk het grote positieve nieuws, is dat ik dat doolhof kan uitbreiden. Als ik zeg van joh, ik wil er nog een stuk aanbouwen, ik heb de ruimte ervoor, maar we kunnen deze ruimte ook weer benutten voor bijvoorbeeld een achtbaan of een andere attractie, want er is nog best wel redelijk plek hiervoor. Als ik natuurlijk in dit gedeelte een achtbaan wil bouwen, kan ik hem ook deze kant op laten gaan. En dan heb ik het over bijvoorbeeld een houten achtbaan. Die ondersteuning is heel mooi, die gaat er niet komen. Maar stel je voor, we gaan een achtbaan maken. Dan zie je dus vanuit het Sprookjesbos die achtbaan hier op de achtergrond. Sprookjesbos, ik zeg het elke keer verkeerd, het Wonderbos. En als je natuurlijk hier komt, dan zie je die achtbaan. Als je hem vanuit de pagode ziet, dan zie je hem boven de bomen uitsteken. Dus het is wel een beetje een soort van een icoontje als ik hem midden in het park zet. Dus dit is eigenlijk wel een beetje het idee voor een nieuwe achtbaan. Vandaar dat ik de bomen dus hier niet heb geplant of geplaatst heb. Maar geplant klinkt wel leuker. En dan het doolhof. Het is een attractie die mensen niet kunnen bezoeken, maar ik heb het zo gemaakt dat de mensen het wel kunnen bezoeken. Ik wil dus eigenlijk gewoon een aantal kraampjes of een wc'tje verstoppen hier in de attractie, zodat het aansluit met het hoofdpad. Dus het is leuker dat ik het hoofdpad hier aan de buitenkant heb gezet, zodat ik hier ook aan de buitenkant een leuk winkeltje of een, ja, gewoon een aangekleed wc'tje kan plaatsen hier zo. Dus er zijn best wel leuke dingen om mee te doen en de mensen lopen dus daadwerkelijk ook gewoon door het doolhof heen. Qua decor kan ik bij de dunne paardjes niet heel veel plaatsen, maar dit soort dingen zijn natuurlijk wel erg leuk. Vooral met die pijlen op de zijkant. Ik moet gewoon een keer lekker door de scenario-objecten gaan doorheen scrollen om te kijken wat kunnen we nou allemaal plaatsen. Dit zijn dingen die je eigenlijk niet kan fixen. De mensen mogen niet, nou ja, het mag wel, maar ja, we hebben natuurlijk van die balkjes, van de reling van de paden, die kunnen we niet echt wegwerken. Ik kan ze wegwerken, maar dan moet ik een heel laag bosje neerzetten en ja, of de mensen daar overheen gaan stappen, dat vind ik een beetje raar. Maar dit moeten we maar gewoon even wegdenken dan. Het kan even niet anders. Tot zover eigenlijk een complete nieuwe attractie hier in het Wonderbos. En ik heb ook een klein beetje dit meegenomen met de decoratie. Met wat snoepjes op het huisje. En natuurlijk komen hier nog veel meer huisjes. En meer decor, ook op de muren komt er ook veel meer decor. Want dit oogt gewoon hartstikke, ja, een beetje saai, een beetje kaal. Het is echt een kale muur. Tot de volgende keer in een nieuwe aflevering. Dan gaan we zeker weten verder werken aan het Wonderbos. Ik moet even kijken hoe ik natuurlijk het Wonderbos ga koppelen aan het hoofdpad van hier. Ik kan er ook voor zorgen dat we, ja, ik denk dat we hier gewoon het pad laten gaan zo. En dat die dan een beetje richting hier gaat. Dat we hier een plein maken. Ik denk dat dat het leuke idee is. En dan komt het allemaal dik in orde. Laat vooral een duimpje achter voor deze aflevering. En de volgende keer zijn we zeker weten terug om weer verder te bouwen aan Familiepark Wonderland. En vergeet ook zeker niet om in de comments even wat leuks neer te zetten onder in de reacties. Want wie weet kom jij dan wel in de podcast. Ben je nog niet geabonneerd? Klik dan even op het logo. En anders kan je nog doorklikken naar een andere video. Want Planet Coaster blijft gewoon superleuk. Althans, ik vind het hartstikke leuk en ik hoop jullie ook.
Tot de volgende. Doei!